afgehandeld de ingekomen stukken die overigens aan de raad zijn gericht. Mevrouw Van Doorn, mevrouw Van Doorn. We met z'n tweeën de kar gaan trekken, lijkt me dat helemaal geen slecht plan. Mag ik dan verklappen aan de overige leden van de raad dat wij vrijdagmorgen al een afspraak hebben met elkaar over andere onderwerpen, maar dan pakken we dit onderwerp. Pakken we dit onderwerp. Ja, mevrouw Van Doorn en ik zien elkaar af en toe. Voorzitter, ik denk dat u dan die afspraak wel eventjes mag verlengen, want 3 kwartier is dan veel te kort. Nou, dan nemen we de tijd voor. Gaat zeker lukken, mevrouw Van Doorn. Ik stelde eigenlijk als enige fractie deze vraag over het sociale aspect. Ja, omdat ik het gewoon erg belangrijk vind dat daar aandacht aan besteed wordt. En ik vond het dus in het document, het is een ambitiedocument en dat beslaat dus 10 ambities, vond ik er te weinig in terug. En ook wat betreft het samenwerken, als we straks de omgevingsvisie gaan maken, dan moet je gaan samenwerken, ook met stakeholders, met inwoners. De raad moet dat gewoon, en met de ambtelijke organisatie, die kan je natuurlijk, daar kan je niet zonder. En dat moeten we als raad gaan doen. Je moet je naar buiten keren en zorgen dat mensen erbij betrokken worden. Denkt u dat de andere fracties dit aspect over het hoofd hebben gezien? Ik denk het. Ik denk dat ze te veel zich hebben geconcentreerd op wat staat er nou in dat ambitiedocument. En daar hebben ze bepaalde punten uitgehaald. En ik denk dat ze het hardgrondig met mij eens zijn dat het sociale aspect heel belangrijk is en dat dat aandacht moet krijgen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat we raadsbreed daar ook mee aan de gang gaan naast het fysieke. Bij Eugène van Mierlo, de wethouder die erover gaat. Ja, die was daar blij mee en die gaat er ook zeker mee aan de gang. En ja, waarom dat dan inderdaad in het ambitiedocument te weinig aandacht heeft gekregen, weet ik ook niet. Zo'n hele omgevingswet moet natuurlijk de komende jaren vorm geven. Heeft u daar vertrouwen in? Ja en nee. Ja, omdat het moet. Wij moeten er mee aan de gang. We moeten een visie vaststellen en daarnaast een plan maken. En nee, omdat we veel te weinig tijd hebben gekregen. Het is weer zo'n wet die door het Rijk over de schutting is gegooid van de gemeentes, alle gemeentes. En dan moet je het maar doen. En wat ik ook in mijn bijdrage vroeg van, of in de interruptie, hoe zit het dan met de overheidsdigitalisering? Want die hebben het nog lang niet voor elkaar. Als ik dat hoor, dan zijn ze er verschrikkelijk mee aan het worstelen. Maar wij moeten. Hè? Dus je krijgt allerlei opdrachten en het Rijk kan het zelf niet eens voor elkaar krijgen. Hoe lang zit u al in de raad? Ik ben bezig met mijn 5e periode. Ik heb eerst 8 jaar erin gezeten, toen 4 jaar niet. En nu weer 8 jaar wel. En nu zit ik dus weer voor, nou ja, over 4 jaar is het dus 20 jaar.